Dank voor het. Ja, een tweetal zaken. Ja, ten aanzien van de steun, de MFV die dan nu aan Egypte wordt voorzien. Ja, dan moeten we ook wel zeggen, kijk, de minister die noemt crisissen. Tegelijkertijd zien we dat dit instrument wel vrij frequent wordt gebruikt voor een groot aantal landen. En die lijst die blijft maar groeien. En daar is onze vraag ook van, ja, waar houdt dit op? Want we gaan wel als Nederland, en natuurlijk uiteindelijk als Europa en daarmee als Nederland, steeds verdere verplichtingen aan en steeds meer risico's dragen. En ja, de vraag daarbij is wel, waar houdt dit op? En we zien nu ook dat dit dus inderdaad steeds in bredere pakketten wordt betrokken. Daarvoor is het in eerste instantie niet bedoeld. En hoe kijkt de minister daarnaar? De minister. Nou, volgens mij, kijk, we hebben, of we het nou leuk vinden of niet, nu vaak van dit soort financiële crisis in landen om ons heen. Landen waar wij belang hebben bij stabiliteit. Nog even los dat er aparte afspraken met Egypte ook nog zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over het tegengaan van die niet-reguliere migratie. Nou, ik kan er twee dingen over zeggen. De eerste is dat tot nu toe het geld altijd is teruggekomen. Dat is nogmaals geen 100% garantie voor de toekomst. En de tweede vraag was, hoeveel ruimte zit er dan eigenlijk nog in de budgetten voor dit soort steun? Dat was een vraag die ik ook begreep. De heer Van Heijm stelde die zelfs expliciet. Na het bedrag van Egypte resteert er nog circa 3 miljard euro aan leningruimte binnen het MFK voor dit instrument. Dus daar zit ook nog een begrenzing aan de euro's. En de derde, die is denk ik toch ook nog wel relevant, is dat Egypte financiële steun natuurlijk ook breder ontvangt. Hè. Naast de macrofinanciële steun van de EU is er financiële steun vanuit het IMF, vanuit de Wereldbank, maar ook vanuit het Midden-Oosten. Recent heeft Egypte met de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld een investeringsduur afgesloten voor in totaal 35 miljard euro. Dus op die manier wordt dat vormgegeven. Het is naar verwachting een crisissituatie, of het is een crisissituatie die dit rechtvaardigt met een al vaak gebruikt instrument. En op dit moment zijn het bestaande middelen uit het meerjarenfinancieel kader, dus daardoor zijn er op dit moment geen gevolgen voor de Nederlandse begroting. Om daarmee de laatste precieze vraag hoop ik te hebben kunnen beantwoorden. De heer Moijman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou toch nog aan de minister willen vragen of hij toch nog klip en klaar kan uitleggen wat hier nou het Nederlandse belang bij is om deze steun te verlenen. Europa heeft er een bepaalde mening over. Ik ben toch ook benieuwd hoe de minister nou zelf kijkt vanuit Nederlands perspectief naar deze steun en wat voor hem nou echt zo belangrijk is om deze steun te verlenen. De minister. Ik vind het een heel waardevol instrument wat de Europese Unie heeft, wat overigens dus ook al sinds 1990 succesvol wordt toegepast. En wij hebben geen belang bij onrust in onze omringende landen. Of het dan randen rondom de Middellandse Zee zijn of anderszins. Dus daarmee vind ik het buitengewoon verstandig.